Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Meteorologen hebben het wel eens over. De zon schijnt als door een mat glas. Nou, dat was vandaag ook het geval en dat betekent dat er veel middelbare en hoge bewolking is. De zon wordt dan waterig, maar lage bewolking is er niet en dan is de kans op neerslag toch heel klein. Het deelt voornamelijk in het westen van het land, want in het oosten hadden we nog ruimte voor flink wat zonneschijn vandaag. De wolken horen bij een zwakke storing die geleidelijk aan over ons land sleept, maar hoofdzakelijk dus met middelbare en hoge bewolkingen. Dat betekent dat de kans op neerslag klein blijft. Dat laat de computerprognose ook zien. Er zijn ook wat opklaringen tussendoor en lage drukgebieden trekken eigenlijk steeds over het noorden van Engeland en Schotland richting Scandinavië en laten ons nog een beetje ongemoeid. De luchtdruk is redelijk hoog. En dat betekent dat de kans op neerslag niet heel groot is en dat we tussendoor toch ook echt wel opklaringen hebben. Kijken we bijvoorbeeld naar vanavond dan zien we met name in het zuidwesten dat het weer breder gaat opklaren. Temperaturen dalen naar een graad of 13 à 14. En in de nacht daalt het kwik verder, landinwaarts, lokaal naar 6 graden. Dat met flinke opklaringen, dan ontstaat er wel nevel of een enkele mistbank. En aan het eind van de nacht begint het dan in het zuidwesten alweer bewolkt te raken. Opnieuw een zwakke storing die ons land schamt. Met mogelijk een klein beetje neerslag in de vorm van wat lichte regen in het uiterste westen en noordwesten van het land. Daar. Klein beetje zon. Meer naar het oosten heeft de zon duidelijk meer ruimte en dat zie je terug in de middagtemperaturen. Want die liggen zo tussen de 16-17 graden in Zeeland, graden van 18-19 in de kop van Noord-Holland tot 21 graden in het oosten en zuidoosten. Dan de dagen die volgen. Woensdag hebben we in het noorden kans op een buit. Zuiden de meeste zon, 18 tot 21 graden. Donderdag kan het in het oosten en zuidoosten weer 23 graden worden. Warm weer dus, met flink wat zon. Er komt regen aan, maar die lijkt pas te starten van het noordwesten uit in de loop van de middag. Dan vrijdag is die regenzon alweer weg. Kan er nog wel een enkele bui vallen. Pakken de temperaturen lager uit. Maar het blijft nog redelijk rustig wat de neerslag betreft. Wind die begint dan ook weer wat af te nemen. Windpiek zit waarschijnlijk ergens op de donderdag. Dan gaan we de dagen daarna nog even kort bekijken. In het weekeinde een temperatuurdipje, net onder de 20 graden. Maar na het weekeinde loopt het kwik gewoon weer op. En de kans dat we dan boven de 20 graden komen is vrij groot. We zien tegelijkertijd dat de onzekerheid ook wel toeneemt hoor. De maxima zullen liggen uiteindelijk ergens tussen de 15 en mogelijk ook een keer in de buurt van de 25 graden. Grote verschillen dus, nog onzekerheid. Maar zomerliefhebbers moeten zeker nog niet hun hoop op volgend jaar gaan vestigen. Ik ben Marco Verhoef.